Nachtwij, een Kadir van Lohuizen, als we het over een Nederlander hebben, een Salgado. Vind ik allemaal echt waanzinnig mooie fotografen. Een waanzinnig mooi werk, maar waanzinnig mooie verhalen. En daar leer ik ook zeker van en daar haal ik ook zeker inspiratie uit. Maar ik haal mijn inspiratie ook door een aantal fotografen op Instagram te volgen. Ik zit vaker over Instagram te scrollen dan dat ik een boek van Nachtwij of van een van die grotere fotografen uit de kast pluk. Ik zit veel vaker over Instagram. Dus dan zijn er toch die nieuwe fotografen die mij inspireren in hun werk. Als ik er dan één mag noemen, maar dan moet ik even spieken. Rudy Roy zit bij Seven, agentschap Seven. Rudy Roy. En die heeft dat project When Living is a Protest. En een andere is Mathilde Gattoni. Mathilde Gattoni is ook zo'n Instagram fotografe. Fotografeert heel veel in Afrika. En dat is naast India ook mijn favoriete land om te fotograferen. Of land, continent.